Ja, we zijn begonnen. Poging om een introductie te doen, ja. Ik vind het superleuk al om het over films te hebben en je nieuwe boek. Wat mij betreft gaan we dat zeker nog een keer doen. Maar we raakten even via WhatsApp, gingen we aan de gang. En dat was ook naar aanleiding van het YouTube-fragment wat ik met Simon van der Veer opnam over de vanzelforganisatie. Ja. Over wat er nou eigenlijk nieuw is aan het nieuwe werk. En toen stuurde je mij een artikel door uit 2001, volgens mij. 2010, heb ik het geschreven. Oh, pardon, 2010, ja. Voorjaar 2011, de valkuilen van het nieuwe werken. Ja. En dat nieuw organiseren uitgaat van vakmanschap, verbinding en vertrouwen. En dat artikel zal ik ook even linken op de website. Het is prachtig om te lezen. Ja. En het gaat eigenlijk over ook wel twee interessante woorden. Implementeren van het nieuwe werken. Ja. En ja, we leven natuurlijk nu in die coronatijdperk, waar iedereen het heeft over werken op afstand en leiding geven op afstand en digitale teams. Ja. Dus het leek me heel leuk om met jou daar even over van gedachten te wisselen. Dat was eigenlijk de aanleiding. Ja, het is een artikel wat in ieder geval wat wij aanvankelijk geschreven hebben, Harald en ik, voor Management Site. Ja. En daar werd het meest bekeken artikel van. En inmiddels is meer dan 100.000 keer bekeken. Ja. Nou, en toen kwam er ook een artikeltje ergens in de krant of zo. Van dat als je een boek koopt, hoef je eigenlijk alleen maar het eerste hoofdstuk te lezen, want de rest is rondleiding van het eerste hoofdstuk. Ja. En toen hebben wij dat hoofdstuk geplakt als laatste hoofdstuk, hoofdstuk 15, aan het boek van wat ik toen aan het schrijven was, NIO, met Jaap-Jan Brouwer. Dus dat was Nieuw Europees Organiseren. Ja. Ja. Nou, en toen is het uiteindelijk ook nog in slow management gekomen. En dat is wat jij gezien hebt. Ja, we hebben nog wat cartoons erbij gemaakt. Ja. Maar door de druk wordt het boek nu ook weer opnieuw uitgegeven eigenlijk. Zo, dus het is heel actueel. Nou ja, het is actueel, maar wat het ook actueel maakt, dat boek, is dat wij daar ook beschrijven hoe het Rijnlands gedachtegoed is ontstaan. Ja. En het grappige is dat Rutger Bregman naar precies dezelfde vergaderingen verwijst als wij. Ja. en de oneenigheid binnen die vergadering niet aan de orde brengt binnen die bijeenkomsten. En daar is een tweesplitsing ontstaan, wat wij nu Rijnlandse Angelsaksen noemen. En dat komt in het verhaal van Bregman helemaal niet voor. En dat komt, denk ik, ook omdat het in onze Wikipedia niet zo goed staat. Dus iedereen begint waarschijnlijk toch zijn zoektocht met wat staat er in Wikipedia. En kijkt ook niet verder. He, want als je bijvoorbeeld, je kunt natuurlijk vaak op de Duitse Wikipedia, kunnen wij ook heel veel dingen vinden. Nou, daar zijn vaak dingen 12 keer intensiever beschreven dan dat wij iets doen. Oh ja, kijk. En als je dan een Engelse Wikipedia erbij haalt. Ja, en dan zie je soms wel eens iemand, die legt me zo even uit, inderdaad... dan moet ik ook nog even uitzetten. Die legt dan bijvoorbeeld een Engelse Wikipedia, die legt dan zo even weer wel die link merkwaardig genoeg. Ja. Terwijl dat dan weer niet zou verwachten. En voor degene die nu luistert en denkt van, hey, zullen veel jou wel kennen ook van het Rijnlands denken, maar kan je dat Rijnlands denken nog even introduceren? Ook misschien wel in relatie tot het coronatijdperk. Hoe zie jij dat? Wat is dat? Het Rijnlands denken is dat je, het is eigenlijk heel oud. Hè? Ja. Wij houden ons aan 1806. En ik denk dat het beste te vergelijken is met iets wat we op dit moment heel vaak in de krant hebben gelezen, althans de afgelopen periode. Dat is, hoe ga je om met een mui? Oh ja. Ik weet niet of je dat kent. Komt natuurlijk overal in de zomer gevaarlijke muien, hè? Dus stromingen. Stromingen in de zee. En dan hebben wij een soort natuurlijke reflex dat als we in zo'n mui terechtkomen, dat we terug willen zwemmen. Ja. En dan blijkt dus waarom er zoveel mensen dus zijn overleden. Omdat er dus door de corona zijn dus veel mensen kennelijk, die zijn naar zee gegaan. In plaats van naar buitenlandse stranden. Ja. En die kwamen in die Hollandse muien terecht. En die hebben dat helemaal niet in de gaten gehad. En die gingen dus tegen de stroom inzwemmen. Terwijl het idee is dat je met de stroom mee moet zwemmen. Ja. Ja. En het dan wel aan moet geven, jongens, ik zit in een mui. En dat die mensen dan aan het eind van die mui jou kunnen helpen om weer aan de kant te komen. Maar tegen die stroom inzwemmen, dat heeft gewoon geen zin. Nee, dat win je niet. En daardoor raak je vermoeid en dan raak je echt in de problemen.
Dan raak je de problemen. Nou, en dat is denk ik ook een beetje de clue van het Rijnlands organiseren. Hè? Dus je moet meebewegen met de tijd, zullen we zeggen. En van daaruit gaan sturen. Ja. En als je tegenovergestelde, overigens Albert die dat woord Rijnlands bedacht heeft. Hè? Omdat langs de Rijn men dat kennelijk wat makkelijker deed dan op andere gebieden. En toen later kwam hij erachter dat men dat in Scandinavië eigenlijk ook wel deed. En hij meende het in Japan ook eigenlijk wel te doen. Maar goed, toen had hij het al Rijnlandmodel genoemd. En toen kwam hij erachter, dus dat de landen langs de Rijn, en had hij met name ook over Zwitserland, Nederland en Duitsland en de Scandinavische landen benader inzien. En dat noemt hij ook wel al in zijn boek. Dat anders georganiseerd was dan andere dingen. Omdat wij dus mensen de mogelijkheid gaven, zou je kunnen zeggen, om mee te bewegen met de stroom. Ja. Om even in de muimet voor de park. Nou, dus dat betekent, als je dat dan vertaalt naar... Dat wij eigenlijk nadrukkelijk, Rijnlanders, nadrukkelijker werken van A naar B. Dus je hebt A als gegeven en vervolgens moet je wel naar B, maar je beweegt mee met de stroom. Nou, dat zijn wij eigenlijk sinds 1926 of zo niet meer gewend. In 26 heeft James McKinsey opgericht. En James McKinsey die had een methode bedacht van begroten. He, dus moet je nagaan, dus dat, wat wij dus nu heel normaal vinden, dat was tot 1926 vrij abnormaal. En dat was dus ook de man van het bureau van McKinsey. En die heeft begroten bedacht. En wat eigenlijk wat je met begroten doet, daar staan wij niet zo bij stil, dat is eigenlijk dat je werkt van B naar A. He, dus jij weet, ik noem maar even iets, he, jij weet dat een podcast mag zo lang duren. He, dus jij zit dan de hele tijd ook op de klok te kijken. Ik zit nu halverwege, hebben we al... He, ja, ja. 50% gehad of niet, of wel. Maar zo kun je ook kijken naar bijvoorbeeld dieren. Ja. He, dus je weet van een kip, een plofkip zoals wij die kennen, die is in 38 dagen 2 kilo. Nou, dan moet hij in 19 dagen moet hij 1 kilo zijn. Dan moet hij in 9,5 dag, moet hij dus 5 ons zijn. Nou, en zo kun je dus kijken dat hij per uur, 2 gram of zo moet groeien. Ja. 2,3 gram. Ja, ik weet het niet hoor, maar stel... Nou, en dan ga je dus de hele tijd ga je dat monitoren. Dat noem je dan weekcijfers en maandcijfers en kwartaalcijfers. Ja, en dan zit je dus wat mensen ook noemen de hele tijd de koe in de kont te kijken. Want ja, je kunt daar verder toch niks meer aan doen. Nee. Want hij is niet hard genoeg gegroeid. En dat noemen we dan bijvoorbeeld bij kinderen het kerstrapport of zo. Ja. En als het dan fout gaat, zullen we zeggen, dus het voldoet niet aan de norm. Ja, dan op dat moment... Dan ligt dat, zeg maar, in dit geval aan die kip of aan dat kind. Dan moet dat maar naar het speciaal onderwijs. He, dus dat is denk ik het belangrijkste verschil. Dat je dus steeds eigenlijk vanuit van B naar A werkt. Toevallig is B ook begroting in het Nederlands. Maar dat je eigenlijk steeds van B naar A werkt en dat zo normaal vindt. En dan krijg je dus een categorie mensen. Ja, die werken altijd van A naar B. He, een kapper bijvoorbeeld. Of nu die mensen in die IC's. Ja. Ja. En dan is het ook al die patiënten zijn allemaal anders, dat hoor je ook, hè, dat het nu ook weer anders is en dat het meer is, maar minder intensief en nou weet ik veel wat. Maar stel je nou voor dat zo'n regelneef, hè, zo heet zo iemand dan, dat zo'n regelneef nou bedacht heeft, nou met corona, dat bij de 4 weken bij er vanaf, hè, dat is in maart gebleken. Nou en vervolgens gaat hij dat weer helemaal opdelen en dat noemt hij dan weer geen dienstverlening, maar dat gaat hij dan zorgproducten noemen. Ik ga bijna vloeken, weet je wel. En dan heeft hij het in een regelsysteem gestopt. En dan zit daar een baas boven die verder er geen verstand van heeft. Maar die heeft wel bedrijfskunde gedaan, net als ik in Delft. Ja. En die houdt dat dan voor efficiënt. Nee, het is onmenselijk en het is ook ondierlijk. Ja. En dus, en je ziet ook dat zo'n intensieve vee-industrie... Maar wij hebben die neiging enorm om, zeg maar, dat Gilbert Glastuinbouwkas... Dus om niet de stroom te volgen, maar dat kleine stukje wereld waar wij op zitten... Om dat, zeg maar, proberen onder controle te brengen. Hè? Dat is ook heel grappig. Dus dat is ook heel grappig in dit boek, hè? Ja, van zelforganisatie, hè? Ja, dat eigenlijk... Hè, ik weet het niet zeker, maar als ik naar Wikipedia kijk... schijnt de aarde ongeveer 6 miljard jaar te bestaan of zo... Nou, de mensheid iets van 200 miljoen jaar. He, dus die aarde die heeft 5,8 miljoen jaar zelf georganiseerd.
Hè, zonder één probleem. En dan gaat Simon een boek schrijven dat er ook zoiets is als vanzelf. Ja. Ja, dank je de koekoek. Dat is 5,8 miljard jaar zo. Hè? Dus wij hebben er... En dan van die 200 jaar hebben we, nou ja, zeg maar eigenlijk in die laatste 40 jaar, hebben de boel zo verkloot. Ja. Ja. Hè? Toen zijn we van 3,2 miljoen mensen naar 8 miljard, of van 3,2 miljard naar 8 miljard mensen gegaan. Ja, en wij zijn gewoon niet slim genoeg om die aarde te runnen. Ik denk dat het daarop neerkomt. Nee, je zou kunnen zeggen dat die BNRA-methode, dus dat anglo-saxisch, dan ga je ook alles eraan doen om het maximale eruit te halen. Dus het werk wordt eigenlijk, er ontstaat een soort nieuwe werkelijkheid van cijfers, van structuur, van overzicht, van aansturing. Ja. Dat zie je natuurlijk ook leerkrachten ook vervelend vinden. Ze worden als alles moet, komt van buiten naar binnen. Ja. In plaats van dat het gaat over het vak en het ambacht zelf. Dat noemden we 20 jaar geleden de Matrix. Ja. Ja, dat weet ik nog wel. Dat jetto, ja. Dus wat is nou echt en wat is nou nep? Ja, dat je op een gegeven moment niet meer weet wat is echt. Hè? Want op een gegeven moment, dat zie je ook, dat mensen dan op basis van die cijfers de hele tijd roepen, ja, maar dat is de realiteit. Ja. Nee, dat is niet de realiteit. Dat is, je houdt jezelf de hele tijd voor de gek. Ja. En dat zie je nu met COVID ook een beetje. Dan gaan mensen creatief met die regels om. Maar dat is de vraag niet. De vraag is het veilig? En al die inconsistenties, ja, daar kun je erop wijzen, maar daar gaat het niet over. Nee. De vraag is, jij kunt wel een variant verzinnen waardoor jij tussen de maas van de wet doorkomt, maar dat is de vraag niet. De vraag is het veilig? Ja, ja en dan zie je ook, en dat is ook wel mooi, vind ik, het geruststellende, maar ook het is buitengewoon, ben ik er ook onrustig van, dat onze meneer Rutte daar kennelijk veel vertrouwen in heeft, dat wij toch redelijk naar de geest van de wet kunnen handelen. En dan zijn wij massief in allerlei tv-programma's, zijn wij massief bezig om te zeggen, de mensen willen meer duidelijkheid. Ja. Ja, duidelijker wordt het niet. Nee. Je moet zorgen dat je het niet krijgt. Punt. Ja. Nou, en je moet zeker zorgen dat je een ander niet besmet. Ja, dus ja, en dan moeten er allerlei regels voor komen. En als die regels dan... Ik ben zelf voorzitter van de voetbalclub. Ja. En die regels zijn natuurlijk allemaal zo inconsistent als te neten. Ja. Dus op het veld mogen de jongens tot en met 18 jaar wel elkaar aanraken en voetballen. Ja, en daarbuiten weer niet. En dan buiten het veld niet. Ja, wat is buiten het veld? Hè? Nou, ja, daar kun je al over discussiëren, hè, als je dat wil. Hè? Is dat de witte lijn of is dat zeg maar waar het hek van het kunstgras omheen staat? Ja. Wat is dan buiten? Maar dat zie je ook bij scholen. Dus je mag niet met meer dan 2 mensen je begeven als groepje nu. Dat is dan nu de... Ja. Maar je mag wel met 30 leerlingen in een klas zitten. Ja. En dat zijn dan middelbare scholieren van 17, 18. Ja, hoe gaat dat dan? Ja. Gisteren zat ik bij de ouderraad, hadden we overleg over... We hebben dan de tuindag, 2 keer. Ja. En dan gaan we met allemaal ouders de tuin in van school. Dan gaan we een beetje snoeien, weet je wel. Een beetje vegen met de kinderen. Maar ja, dat kan er nu niet. Ja. Dus dan hebben we een soort... poeltje gemaakt van 2 mensen en dan een uurtje komen er 2 mensen, dan weer 2 mensen. En toen zei iemand, ja, we moeten ook het dak moeten we schoonmaken. En toen zei ik, nou, dan gaan we het dak op, gaan we bladeren van het dak afhalen. Toen zei iemand, ja, maar mogen er dan wel weer mensen bij als er 2 mensen op het dak zijn? Ja, nee, eigenlijk niet. Je krijgt ook een soort hele rare gesprekken, zeg maar. Die aan de ene kant oké voelen, maar aan de andere kant denk je ook van, wat gebeurt hier? Ja, nou ja, toevallig heb ik dan ook discussies van, de kantine is gesloten. Hè? Oh ja, ja, ja. Ja, maar we bedoelen eigenlijk met de kantine, we gaan er niet met z'n allen zitten en zitten drinken en eten. Bedoel. Ja. Maar ja, dan voor je het weet krijg je ingewikkelde vragen. Maar mogen schoonmakers dan wel de kantine nog 1 keer per week schoonmaken? Hoezo? Ja, die is toch gesloten? Ja. Hè? Ik zeg ja. Ik denk, daar hebben ze niet aan gedacht toen die regel bedacht is. Dat denk ik eerlijk gezegd. Je kan dus niet zoveel regels verzinnen. Nee, het is altijd chaos. En in die zin is het ook met dat boek van Simon. Gelukkig gaat 98% inderdaad nog vanzelf. Want als we daar overal over moeten discussiëren. Ja, ja jongen. Dan is het einde zoek. Ja. Ja. En nu zitten we dus met corona allemaal thuis te werken. Online en zo. En in meetings en Zoom en dit en dat. En ik sprak een vriend van mij die werkt bij een grote sportfabrikant. Die zei... Even tussen ons gezegd, zei hij, is een heel groot bedrijf. Wij komen er een beetje achter dat we wat minder managers nodig hebben. Want het gaat best wel goed, die teams. Ze maken heel veel beslissingen zelf. Vond ik heel grappig. Ja. Dus dat is wel een beetje last, want hij is manager. Hij zei, ja, hoe gaat dat dan, weet je wel? Ja. Dat noemen mensen het nieuwe werk. Hè? Dus het nieuwe werk is niet meer in het bedrijf, maar is overal. Maar ja,
zo nieuw is dat dus blijkbaar, is het ook weer niet volgens mij. Nee. Toch? Nee, nou ja, we hebben de hype het nieuwe werken al gehad. Hè? Kantoortuinen en zo. Ja. 2010 of zo. Ja. En wat je vooral eigenlijk zag in het nieuwe werken, het bureau waar ik nu werk, dat is ooit opgericht in 1989 door Hans Overmars. En Hans Overmars, die werkte bij het ministerie voor Verkeer en Waterstaat. Toen betekende VWS nog Verkeer en Waterstaat. En toen was al een probleem, hè, dus daar heb je het over 1989, dat er te veel files waren. Ja. Maar er was nog geen internet. Nou, en toen zaten ze daar te discussiëren, hoe komen we dan aan minder files? En toen noemde men, wat we nu het nieuwe werk noemden, noemde men dat fileverdunningsplannen. Ja? Dus ik weet nog dat er voor Amsterdam, de Eitunnel of zo is dat, denk ik. Hè? Nou, daar stond dan een hele hoge flat. En die was dan van allerlei grote bedrijven hadden samen die flat gedaan. En dan reden mensen de parkeerplaats op. En dan konden ze in die flat in verbinding komen met de grote computer. Hè? Want je had nog geen mobieltjes. Met de grote computer, zeg maar, die dan in het hoofdkantoor stond. En dan konden ze daar al hun werk doen. En dan keken ze naar buiten, de file was weg. En dan reden ze in de auto en dan reden ze alsnog naar kantoor. Ja. Zo is het begonnen. Dus dat heette toen de tijd fileverdunningsplannen. Om van die files af te komen. Dat zien we nu ook weer. Want als er dus nu zitten we weer in een echte lockdown, zal ik maar zeggen. Hè, op dit moment. Ja, dan zie je ook dat het gelijk rustiger wordt op de wegen. Hè. Ik heb mijn kantoortje bijna knal tegenover een benzinepomp. Je ziet de benzineprijzen dalen. Ja. Hè. Nou, we zijn ver onder de 1,50 inmiddels. Ja. Nou, en hier althans. En... Nou, en toen op een gegeven moment, toen ontstond natuurlijk het idee van, ja, maar dan heb je ook minder kantoren nodig. Ja. Hè? Want als wij die andere kantoren, die verzamelgebouwen hebben, dan heb je daar minder kantoren nodig. Daar waar de hoofdplek is, want daar komen de mensen veel meer verdeeld. En je kunt ook wat eerder weggaan en dan ga je weer naar dat grote kantoor toe, zeg maar in Purmerend. En dan ga je de laatste twee uur ga je weer daar werken. Hè? En dan die... Nou ja, en die uren die je dan op het hoofdkantoor was, om het maar even zo te zeggen, het centrale kantoor, ja, daar waren dan vooral de vergaderingen. Ja. He, dus je kreeg al snel dat je dus voor het gemak tussen 11 en 3 had je de vergadertijden en tot 11 uur zat je op een andere plek en vanaf 3 uur zat je ook op een andere plek. Ja, en zo is het eigenlijk begonnen. En en doordat natuurlijk internet daarbij kwam, toen kwam het nieuwe werken. Ja. En toen kwam de kantoortuin. Maar daar heeft Japke het ook de hele tijd over, hè, in haar dingen. Ja. Maar de kantoortuin, maar dat is eigenlijk met alle goede dingen, die op een gegeven moment verworden ze tot iets. Hè? Ja. Dus het idee was goed. Instituut in op zich. Ja, want Taylor die had op een gegeven moment bedacht, dat zie je ook in zijn boek staan uit 1911, die had bedacht dat mensen de hele dag initiatief tonen. Nou, en dan zei hij, dat moet je niet willen. Hè? Want dat is toch wel lastig, dat mensen doen. Dus hij zei, je moet eigenlijk het werk opknippen in heel veel stukjes, dat niemand het meer begrijpt. Ja. Hè, want dan gaan mensen wel luisteren naar wat wij nu een manager noemen. Hè? Hij zei, nou ja, en dat is best een cultuurschok, is dat. Omdat mensen van nature zich continu met dingen bemoeien. Maar je zult zien, zei hij, als nou mensen in een gescheiden stukje moeten doen... En je zet ze dan ook nog eens neer op in een gescheiden hockey. Hè? Dus debiteuren, crediteuren, marketing, communicatie en weet ik van wat. Allemaal gescheiden. Hij zegt, nou ja, dan gaan ze zich niet meer, hebben ze geen overzicht meer. En dan gaan ze de hele tijd aan hun hoofd vragen. Want het is ook letterlijk hun hoofd dan. Hè? Daar wordt gedacht. Dan gaan ze letterlijk aan hun hoofd vragen. Ja, wat moet ik nou doen? En die werd vermoed wel overzicht. Die zat ook een etage hoger. Nou, en zo is in feite dat hele idee ontstaan dat je handjes hebt en hoofden en middelmanagers en een heel circus. Ja. En doordat we naar dat nieuwe werken gingen, leek het ook wel handig dat we in zo'n kantoortuin, ja, dat we dan ook weer eens dingen hoorden. Ja, wat gebeurt er eigenlijk bij die andere afdeling? Want dat doen mensen van nature niet. Hè? Het is niet zo dat de afdeling debiteuren zich verspreidt
in de lunchpauze over alle andere afdelingen om eens te vragen hoe het gaat. Nee, die gaan ook weer als een stel eikels bij elkaar zitten. En dan gaan ze met elkaar daar weer over zitten praten. Dus men komt niet snel uit die cocon. Nee. En daar was die kantoortuin, was daar in feite een oplossing van. Dat je eens even ook eens even wat hoorde. Ja. En dan zeggen mensen nu, ja, je wordt de hele tijd afgeleid van je werk. Nou nee, dat is niet. De bedoeling was niet dat je afgeleid werd. De bedoeling was dat je weer samenhang zag. Ja, ja maar ja, dan op een gegeven moment dan wordt die kantoortuin weer een dingetje van managers. Hè? En dan krijg je op elkaar toch weer gelijk natuurlijk. Hè? Ja. Dus, en dan gaan mensen weer terug naar af. Dan zeggen ze allemaal, ik wil weer een apart hok. Ja, ik wil stil te kunnen werken. Ja. Ja, zo is het een beetje ontstaan eigenlijk. En toen heeft men dat nieuwe werken ook weer genoemd. Organisatiegericht huisvesten. Van en dan ging men naar organisatiegericht huisvesten. Ja, want dan zag je dus van, hey, dan draaien we hem om. Ja. Hè? Dan, want als nou die mensen toch bij elkaar zitten en bijvoorbeeld alle mensen die zich richten, hè, stel even bij de accountants, alle mensen die richten zich op het MKB, die zich daar richten bij een accountant, die komen dan samen in één club terecht. Hè. Dus de belastingadviseurs, de accountants en de consultants. Hè, om maar even. En die zetten we dan in één ruimte neer, want die horen dan bij één doelgroep en die horen dan ook weer van elkaar. Want dat is toch wel handig wat er allemaal speelt. Nou, en dat heette dan organisatiegericht huisvesten. Nou, en wat je in toenemende mate zag, dat je had in het Engelstalige had je wat men noemde de drie B's. En de drie B's die stonden voor bricks, stenen, bytes, dus computerprogramma's en gedrag. Beheer. En dat was ook in die volgorde. Ja. Dus er werd eerst een kantoor neergezet. Nou ja, en dan op de hoogste etage zaten de bazen, zullen we zeggen. Hè? En op de onderste etage zat de cateraar. Hè? En in de grond zat de dingen. Dus er zat een hele hiërarchie in die toren. Ja. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, en daar werd dan ook de software bij aangelegd, die als je een computer had. En dan moesten die mensen moesten zich gedragen conform de bricks en de bytes. En nu hebben we gezien bij het nieuwe werken, wat nu eigenlijk gebeurd is, zeg maar na 12 maart, dat is natuurlijk briljant, toen werden al die mensen werden van de ene klap in de andere, hè, van donderdag op vrijdag geloof ik dat het was, hè, of in ieder geval die maandag erop, moesten ze thuis blijven werken en draaiden eigenlijk die drie B's om. Ja. Hè, want toen in één keer werd het gedrag, het behavior, werd leidend. En dan ging je daar de bytes bij zoeken. Hè? Ik wist echt op 12 maart nog niet wat Zoom was. Ik weet niet of jij het wist, maar nee. Ik wist het niet. Nee. Kijk, maar verder niet. Ja, ja precies. Hè? Dat had ik dan met mijn moeder. Maar, ja. En dat er nog Teams was en dat er ook Skype voor bedrijven was. Ik wist er allemaal dat de Mentimeter, dat je allerlei flauwekul daarmee kon uit. Nou, dat wisten wij allemaal niet 12 maart. En wij werden eigenlijk collectief, zou je kunnen zeggen, werden wij in een paradigma shift gegooid. Ja. Allemaal tegelijk. Ja. Ja, en tot onze, en dat zie je natuurlijk, mooiste voorbeelden heb je waarschijnlijk in het onderwijs gehad. Hè, die automatisering van het onderwijs. Ik heb toch nog mensen ontmoet in 2012 die er trots op waren dat ze nog nooit hun e-mail geopend hadden, docenten. Hè? Nou ja, en die mensen die waren nu binnen 3 dagen om. Ja, dat is in één keer moet je ook, hè? Dat is mij ook gevallen. Totaal teams die gingen in één keer op een hele nieuwe manier werken. Besluitvorming gaat sneller. Ja, dus ze gingen zelf, als ze het konden, wel die software downloaden. Hè? Ja, ja, ja. En vroeger mochten ze dat niet, want er was de afbesteding. Ja, en nu heb je al die leegstaande panden. Want ik begreep al van een gemeente waar ik een en ander heb gedaan. Daar zeggen ze, ja, ons grote nieuwe kantoor staat nu al 3/4 jaar leeg. En ik heb geleerd inmiddels dat als een pand leeg staat, dat heel snel oud wordt, hè, en vies wordt. Dat is wat dacht je van alle leasecontracten? Ja, daar heb ik niet aan gedacht, ja. Al die auto's. Ja, hoeveel auto's er dus nu per maand €800 kosten, zal ik maar zeggen. En ze bewegen geen kilometer. Nee. Ja, dus je ziet natuurlijk dat de wereld wel letterlijk op zijn kop zet. En dat dus in dit geval die drie B's draaien. Ja. Hè, dus dan ga je gaat dan, eerst kijk je eigenlijk naar gedrag. En dan kijk, en ik hoor ook wel verhalen van mensen die zeggen, nou, de baas moet. En ik denk wat vooral nieuw is voor veel mensen, is dat het vergaderen best wel efficiënt is. Ja. Via Zoom. Ik noem het maar even Zoom nu als verzamelaar. Welk kanaal je ook kiest, dat klopt. Ja. Ja.
Ja, bij de voetbalclub gebruiken wij standaard, ik weet niet waarom, Google Hangout. Maar dat hebben we toen toevallig begonnen, omdat we het ook niet wisten. Maar omdat we nu dat allemaal kennen, ook de digibeten, ja, blijven we doen. Hè? Zo werkt dat bij mensen. En men heeft dat nu allemaal gedaan. En men heeft nu in de gaten dat je ook vergaderen kunt. Maar dat ook mensen die een vrije dag hebben, best in de gaten hebben. Nou, dat uurtje wil ik wel even mee vergaan. Ja. Terwijl vroeger was het standaard. Ja, dan heb ik een vrije dag, dan heb ik geen werk. Nee. En dan werd de hele vergadering verzet, want dan had er één een vrije dag. Ja, dus het karakter van werk is ook aan het veranderen, in zekere zin. Zeker. Ja, dat is wel interessant. Ja, dat, ik denk dat ik zie dat ook. Het is makkelijk om even bij elkaar te komen. Ik zie het ook al bij kinderen. Toevallig was er vandaag een artikel in de krant over dat kinderen toch niet vooruit zijn gegaan in de afgelopen maanden, zeg maar cognitief qua leeropbrengsten. Maar wat ik ook zie is dat mijn kinderen nu heel gemakkelijk met elkaar via Zoom contact leggen of via de leerkracht toen ze nog thuis zaten. Dan kon je dus bellen. Dan kwam de docent in beeld en dan kon je even een lesje vragen. Dat vond ik eigenlijk wel interessant. Ja. Werkt wel. Ja. Het zal niet bij elk kind werken. En bij grote groepen is het misschien ingewikkeld. Maar het idee dat je die techniek eigenlijk kan gebruiken en in kan zetten. Dat je wordt gedwongen om het te gebruiken. Dat is wel interessant. Ja, ja, je zou in het Rijnlands noemen, er is meer scharrelruimte. Scharrelruimte, ja, ja, precies. Ja. Ja. En want je zou kunnen hebben, ik ben op het Rijnlands gekomen door de biologische landbouw. Ja. Die metafoor. En toen zei Mathieu Weggeman tegen mij eens een keer die een lezing van mij hoorde. Misschien is de biologische landbouw wel het equivalent van het Rijnlandmodel. Ja. En zo kwam ik daar op. Maar je hebt dus meer scharrelruimte heb je. Maar je hebt daardoor, en dat is misschien niet onbelangrijk, je hebt daardoor ook meer invloed op je tijd. Ja. Kijk, wij kennen ook allemaal het begrip loonslaaf. En ik weet niet of het je wel eens opgevallen is, maar in Amsterdam hebben we een poosje gehad met dat Black Lives Matter-achtige toestanden, dat op een gegeven moment 1873 op de t-shirts kwam te staan, in plaats van 1863, toen de slavernij is afgeschaft. Ja. En het is een hebben dingetje geworden volgens mij, zo'n t-shirt met 1873. En zeg maar voor de echte geschiedkundigen, zullen we zeggen, die dachten, oh, dat is fout gedrukt of zo. Hè? Foutje, 1803. Maar goed, je hebt ook weer, ik kom regelmatig in Suriname, dus ik weet 1873. Men heeft toen de tijd aan de slaven gevraagd om nog 10 jaar gewoon door te blijven werken, omdat we geen vervangers hadden voor ze. Dus ze hebben toch tot 1873, weliswaar in vrijheid, hebben ze gewerkt, maar nog wel steeds, in zekere zin, in een slavernijsituatie. Alleen ja, ze waren formeel geen slaven, ze kregen geen pak slaag. Dus ze waren wel werknemer, maar ze mochten hun eigen tijd niet indelen. Hè, dat bleef de baas doen. En dat zie je nog, hè. Je ziet nog dat hoofdkantoren tegen andere mensen zeggen, jij bent ingeroosterd. Ook zo'n bizar woord, hè? Net als human resource. Jij bent ingeroosterd. Hè? Of mensen zeggen, ik kan niet, want ik ben ingeroosterd. Nou, ik heb nog nooit iemand van een hoofdkantoor horen zeggen, als hij een vergadering heeft, dat hij dat... Dat kan niet, want ik ben ingeroosterd. Nee, hij zegt dat hij druk heeft. Maar het gaat ook over taal, hè? Dus dat wordt ook... Heel gevoelig, ja. Ik sprak een keer iemand in een lift bij een gemeente, en die zei tegen een andere collega, ik ben uitgeleend. Ja. Van de ene afdeling, ja, ik ben uitgeleend. Ik kan niet naar je toe, want ik ben uitgeleend deze 2 dagen. Ja. Vreemd idee, ja. Maar kan dat. Maar je ziet dus nu dat een stuk van die autonomie, ja, zou je kunnen zeggen, over je eigen tijd indelen, en dat hoor je ook van mensen. Ik heb wat mensen gesproken die zeggen, als je met z'n tweeën werkt, dan is het 's morgens vroeg en je hebt kinderen, best paniek. Ja. Want je moet al vrij vroeg op, je moet die kinderen te eten geven, die kinderen moeten naar de crash of naar opa en oma of naar wie dan ook gebracht worden. En dan moet jij nog de file in en dan is het toch best een hele klus om om 9 uur een beetje op tijd te zijn. Zeker, ja, ja. Ja, dus er is best wel veel stress en mensen zeggen, nou, die stress, daar wil ik best wel vanaf nu, omdat ik die tijd tot 9 uur en ik hoef, dat hoor je ook die grapjes wel, hè, dat ze alleen hier de kleren aan hebben en onder niet meer. Ja. De bovenkant alleen. Maar dat ze eigenlijk, en op het moment dat om 11 uur hun moeder belt, omdat die geen boodschappen kan doen en bang is dat ze corona krijgt als ze de winkel in gaat, nou, dan doe ik even gelijk de boodschappen voor jou en dan werk ik s'avonds even 2 uur langer door als de kinderen in de bed zijn.
Dat is een heel interessant punt. Je krijgt dus ook wat meer regie en autonomie op je tijd. En dat is, op je eigen, ja. En, ja. Dat, en ik heb wel eens een keer bij mensen van buurtzorg gevraagd van... hoe fijn is dat nou? En toen zei een mevrouw, die zei eens een keer... Ik vond het fantastisch. Die zei tegen mij, ja, ik ben wel gelukkiger, maar niet blijer. Ja. En toen die andere dames die erbij zaten, vrouwen, die zeiden, ja, dat heb je goed verwoord. Ja. En wat je dus ziet, en dat zie je ook wel, dat als mensen meer autonomie hebben, zijn ze ook gelukkiger. En dat, dan zie je dat ook terug in die cijfertjes van bevlogenheid en zo, hè? Ja. Van de factory. Dan, maar omdat je, als je wat meer zelf sturen mag, dan moet je met meer factoren rekening houden. En daar word je niet altijd blij van. Nee, er komen vragen bij. En verbindingsvragen met collega's, afstemmingsvragen. Ja. Autonomie is ook wel, ik heb dat eerder dat boek over verslaving geschreven. Dat blijkt ook dat verslavingsgevoeligheid ook toeneemt naarmate mensen het gevoel hebben dat ze geen invloed uit kunnen oefenen op hun leven. Ja. Ja, ik zit al eenmaal in die rat race. Het lukt me maar niet. Dat is ook precies de clue van een gevangenis. Ja. Ja. In een gevangenis wordt bepaald wanneer jij opstaat. In een gevangenis wordt bepaald wanneer jij moet eten. Ja. Er wordt nog bepaald wat je moet eten. Er wordt bepaald... Dus jij bent volledig je vrijheid kwijt. Ook al is die gevangenis super. Ja, klopt. Zal ik maar zeggen. Er is nu een podcastserie over TBS. Ik weet niet of je hebt geluisterd. Dat is een fantastische 5-delige podcastserie over de gesloten TBS-kliniek. Dus heftig, ja. Delinquenten. Maar het gaat precies hierover. Die mensen worden ook helemaal gek van dat ritme. Dat is echt een hele zware straf. Ik had dat eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Van altijd in 8 uur koffie met dezelfde mensen. Ik mag niet even terugtrekken. Of ik mag niet dit. Het is helemaal vastgelegd. Ja. Nou, dat was de slavernij in zekere zin ook. Ja. En het grap, daarom moet ik ook altijd wel een beetje grinniken als mensen zeggen, ik wil weer graag een manager. Hè? Want dan weet ik wel wat ze doen. Ze luisteren niet naar die manager. Ze geven de manager de klote klusjes. En die manager denkt dat hij leiding geeft. Ja. Dus mensen die hun manager missen, dat is niet omdat ze leiding missen. Helemaal niet. Nee, omdat ze de klote klusje niet meer naar boven kunnen delegeren. Ja. Ja, dus dat is wel een grappige. Hè? Want het zijn niet, over het algemeen, mijn ervaring is niet dat het de domste mensen zijn die zeggen, ik mis mijn manager. Nee, precies. Nee, dat is een redenering. Dat andere... Ja. Een van de andere thema's die ook in dat artikel onder andere naar voren komt, is dat idee van vakmanschap en verbinding. Hè? We hebben nu even over vakmanschap, autonomie gehad in relatie tot tijd. Hoe kijk jij naar verbinding in deze coronatijd? Dat kun je heel letterlijk nemen natuurlijk. Hè? De verbinding die we nu hebben via internet. Ja. Kijk, verbinding in Rijnlandse zin is dat je probeert elkaar te begrijpen. Kijk, ik zal, om maar even een actueel onderwerp te pakken, ik zal met Trump niet snel verbinding krijgen. Nee. Met Biden denk ik het wel. Ja, precies. Ja. En je probeert wel Trump te begrijpen. Ik probeer wel, maar dat lukt me niet goed. Nee, dat lijkt me ook lastig. Maar het is dat lukt me niet. Denkoefening is wel interessant, om te bedenken van, waarom kijkt hij nou zoals hij kijkt? Ja. Nou, je bent in gesprek, laat ik zeggen, om elkaar proberen te begrijpen. Ja. Dat zou ik verbinding willen noemen. En dan hoeft het nog niet echt te leiden tot dat het lukt, zou ik maar zeggen. Maar de intentie is er wel om het te doen. Ja. Dat is verbinding. Nou ja, en ik vermoed op dit moment, dat merk ik wel ook, dat als... want ik heb natuurlijk ook wel in het werk situaties, dat ik nu met mensen afspraken maak die ik nog nooit gezien heb. Nee, klopt, ja. Ja. En dan op een of andere manier komt het toch niet, terwijl dat toch bij de meeste mensen al gebruikelijk is, hè, dat ook nu 2 gesprekken inmiddels ook beeldtelefoon is. Hè, dat was vroeger niet, hè, dan deed je dat altijd met mobieltje, maar dat doe je ook met het telefoon. Maar met iemand die je volstrekt niet kent, kan er toch nog een situatie ontstaan dat je dat toch per telefoon doet. Ja. Ja. En dan merk ik dat die verbinding er eigenlijk vaak nog niet is, snap je? Dus dat ook dat ik ook tegen anderen, maar ja, maar dat is wel een lul, zeggen ze dan. Ik zeg, heb je hem al eens gezien dan of zo? Of gesproken? Nee, ja, nou gesproken, maar dat werkt ervoor. Maar ik zeg, ja, maar eigenlijk
dat is, ja, er is wel een online verbinding, maar je kent elkaar niet. Dus dan worden, het zie je, vind ik ook wel vaak met WhatsApp en dat soort dingen, dan wordt er een tekst in zo'n ding neergekletterd, zonder context. Ja. Ja, en dan zonder die context, ja, dan kun je de meest vreselijke dingen in je hoofd halen natuurlijk. Ja, ja, dat kan me goed, maar dat betekent dus wel dat het voor groepen mensen die samenwerken belangrijk is om elkaar te zien live, om elkaar te ontmoeten. Ja, ja, ik denk ook dat mist men ook. Hè? Ik denk dat we nu, zeg maar nog even, dit gaat nog een poosje goed zo, omdat we in zekere zin nog teren op onze oude humane kapitaal wat we opgebouwd hebben. Ja. Ja. Dat, ik denk dat we dat opteren. Maar op het moment dat we dit, dat stel, ik mag het niet hopen, maar dat dit 5 jaar duurt, nou, dan komt het personeelsverloop en dan komen er een heleboel mensen waarmee je die binding niet meer hebt. Nee. En dat zou best wel eens tegen die tijd dan best wel eens lastig kunnen worden. Dus maar ja, goed, je ziet ook wel dat er genoeg neiging is van mensen om die verbinding wel te willen. Ja. Desnoods als... als Rutte en consorten het verbieden. Ja, maar, menselijke drijfveer om elkaar te ontmoeten en elkaar bij elkaar te zijn. We zijn natuurlijk groepsdieren, sociale wezens. Ja. Ik zit bij een voetbalclub, dus dan heb je dat al wat sneller natuurlijk. Maar je ziet toch wel dat mensen die individuele sporten doen, komen toch vaak ook wel weer terug bij de club. Oh ja. Ik denk dat het bij de hockey ook zo is hoor, maar, daar heb ik minder ervaring mee. Omdat men toch die groepsbinding wel mist. Ja. Ik heb hier wel eens bij ons wel eens discussie, heb je altijd wel eens. Hè, van, bij de voetbal hebben ze altijd het grapje dat de contributie zo laag is omdat ze ons rijk drinken, hè, zeggen we dat dan. Hè? Ze drinken ons rijk. Maar dat heeft natuurlijk een hele belangrijke sociale functie. Maar als je bijvoorbeeld bij een atletiekvereniging komt, nou, die hebben een jaar omzet in de kantine wat wij op een zaterdag hebben, weet je wel. Want A, nemen ze allemaal hun eigen drankje mee. Maar B, gaan ze ook niet bij elkaar zitten. Nee. Dus dat is veel minder. Ja, wel eens in groepjes van 1 of 2. Maar niet met wat je bij de voetbalclub hebt. Dat met 15 of 20 man bij elkaar gaan zitten. En dan komt er nog een ander elftal wat ze goed kennen. En dan gaan ze met z'n 40en gaan ze even. Ja, dat kennen die sport helemaal niet. Nee. Nee. En ben je nou nu deze periode van op afstand met elkaar werken. Ik heb toevallig nu net begeleid ik een student. Die hebben het dan over onboarding trajecten. Dus we moeten de verbinding houden, ook met nieuwe collega's. En dan gaan ze een onboarding app maken, of een onboarding omgeving. Dus om collega's te helpen om in die cultuur en in die omgeving van die organisatie je thuis te voelen. Dus we proberen allerlei dingen. Om... Ja, natuurlijk. Ja, hoe kijk jij daarnaar, naar dat soort initiatieven? Nou, ik denk dat het heel goed is dat je het doet. Ja. Maar ja, dat is toch anders natuurlijk. Je kijkt, een van de problemen die we nu hebben, is dat we elkaar niet in de ogen kunnen kijken. Nee. En ik denk dat dat heel essentieel is. Hè? Ik weet niet of je bekend bent met wat de filosoof Levinas daarover gezegd heeft. Nee. Zeg, de blik die je met elkaar kunt hebben, is eigenlijk noodzakelijk voor het juiste oordeel in het gesprek. Mooi, ja. En ik hoorde het toevallig, of niet toevallig, dat weet ik niet, hoorde ik het Pieter Omtzigt ook zeggen. Afgelopen zondag op tv, Pieter Omtzigt, hè, die ook in die... lijsttrekker wilde worden van het CDA. Ja, ook in toeslagen zat. Ja. Ja, als jij het hebt over... want deze, dat is ook wel interessant, deze week en volgende week en afgelopen week... hadden we ook de hoorcommissies over de terugkeer van de menselijke maat. Ja. Of het verlies van de menselijke maat. Die zijn nu gaande, hè, in de hoorzittingen. En toen zei Pieter ook, afgelopen zondag, maar als je nog alleen maar met computers heen en weer hebt lopen mailen, maar je hebt elkaar nooit gezien, ja, dan kan de menselijke maat kan er sowieso niet zijn. Nee. Dus je moet ten alle tijden, en dat is wat Levinas ook zegt, je moet ten alle tijden moet je de blik kunnen organiseren, anders kom je er niet uit. Nou, dus daar zal dit wel bij helpen, maar ik kan je niet recht in de ogen kijken. Ik zie je wel kijken, en jij mij ook. Ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt. En hij zegt, en in die blik zit in feite ook de moraliteit van het toepassen van een regel. Mooi, ja. Dus als je de mensen niet, het zegt Levinas, hè? En want op het moment dat jij een regel 1-op-1 toepast, maar je gooit hem gewoon op internet onder het mom van regels en regels, hè, terwijl iedereen weet dat
regels hetzelfde zijn, maar mensen zijn anders. Ja. Maar dat je het eigenlijk, met alle respect, jezelf met een Jantje van Leiden ervan afmaakt. Ja. Om dat te doen. Ja. En dan wordt het nog wat erger als je daar een verdienmodel op zet. Hè? Hoe meer je er afwijst, hoe meer salaris jij krijgt of zo. Okay, dan wordt het echt pervers, hè? Dan wordt de prikkel pervers. Ja, nou, pervers. Dat punt wat Levinas maakt, van elkaar kunnen zien, dat dat ook voor een klas of voor een school ook geldt. Hè? Dat je met kinderen, nieuwe kinderen kunnen ontmoeten, op gelijke hoogte kunnen staan. Als je wat uitlegt, als je nieuwe kennis introduceert, als je met ze gaat oefenen, is het fijn om elkaar te zien en met elkaar te zijn. Daar zit ook iets sociaals in, hè? Het idee van een groep die met elkaar een jaar doormaakt. Ja. We hebben het vandaag de dag heel mooi over individueel leren op scholen. Ja. Prachtige mooie woorden, maar totaal onhaalbaar wat mij betreft als je kijkt naar wat het vraagt van een gemiddelde leerkracht op een basisschool. Ja. Het is natuurlijk ook fijn dat je met elkaar als groep bent. Tuurlijk. Ja. En ik denk überhaupt dat individueel leren, misschien is dat wel iets wat helemaal niet kan. Nee. Ja, ja, het is een puppy. Ik pak even een hond. Hè? Ja. Hoe kan een puppy leren wat hij moet doen? Hè? Als die zonder collega-puppies en zonder zijn vader en moeder. Nee, ja, precies. Ja. Dat gaat helemaal niet. Ja, je kunt zeggen, je kunt wat letters tot je nemen. Ja. Nou ja, dan zeggen ze tegenwoordig, het is heel fijn dat kinderen gepersonaliseerd maatwerk krijgen aangeboden. Ja. Het zijn vaak allerlei handige IT-systemen en hele ingewikkelde leerroutes die leerkrachten moeten onder de knie moeten krijgen. Ja. Feit is ook dat er ongeveer 30 kinderen in de klas zitten. Dat je ongeveer 5 uur, 4 uur hebt om een aantal bepaalde materie te behandelen. Ja. Nou, dat moet je al... Ja, kan bijna aangeredeneerd. Ja. Ja, dat klopt. Dat is wel zo. Ja. Dat ligt vast. Nou ja, goed. Ja, klopt. Ja. 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 Letters, woorden. Ja. Maar dus het leuker om er zo over te praten, over het nieuwe werk. Wat is er eigenlijk nieuw aan? Het is al heel oud. Dat kunnen we in ieder geval concluderen. En, ja, de manager is vrij nieuw. De manager is vrij nieuw, ja. Ja. maar het idee, en dat is denk ik ook, als je nog even teruggaat naar de drie V's, hè, van het Rijnlands, hè, vakmanschap, verbinding en vertrouwen. Ja. Ja, wij hebben in onze cursussen, vragen we vaak ook wat mensen van Kinky Kappers. Oh ja. En Kinky Kappers, dat is een franchise-keten en vind ik in die zin wel heel erg gaaf om wat mee te doen. Maar van die 40 filialen zijn er 8 of zo, zijn zelfsturend. En daar zit er wel een baas op. En die baas die is ooit eens... die heeft ooit een keer Ricardo Semler horen spreken. Ja. En die raakte daar zo van dit wil ik ook in mijn winkels. Maar hij was wel het type baasje, zou ik maar zeggen. Dat merk je nog. Ja. Maar hij heeft geleerd, zo wat wij dat dan noemen, krachtdadig op zijn handjes te zitten. Ja, ja. Ja, en hij zegt, ja, en er worden natuurlijk voortdurend besluiten genomen. Waarvan ik zou zeggen, ja, dat wil ik niet. En dan moet ik iedere keer moet ik denken, ja, oké. En tot dusver moet ik zeggen dat die besluiten op wat langere termijn toch wel goed uitpakken. Ja, zo zie je. Ja. Maar ja, goed. En ik vond het wel interessant eigenlijk. Omdat bij Kinky Kappers is het natuurlijk een franchise-keten. Ja. En franchise-ketens zijn per definitie niet zo van de zelfsturing. Nee, meestal niet. Maar wat je natuurlijk bij Kinky Kappers ziet, is dat de mensen hebben wel een beroepsopleiding. En een kapper die werkt per definitie van A naar B. Hè? Als die van B naar A zou werken, noemen we dat ook een bloempotkapsel. Ja, ja, ja. En je ziet, denk ik, en dat helpt denk ik wel, dat mensen die van A naar B moeten werken, daar is vakmanschap is dan essentiëler. Hè? Dan kun je niet zeggen, wat is de regel? Dan is vakmanschap essentieel. Je moet het ook vak, ook, dan zeggen ze ook, het vak moet in de vingers zitten. En bij kapper is dat zeker zo. En en ik heb dat wel eens gezegd, ook tegen mijn eigen kapster. Ja, jij denkt met je handen. Jij denkt met je handen. Ja. En dat doen wij ook wel. Hè? Als jij in een file in één keer op de rem moet trappen, dan denkt jouw been voor jouw hoofd. Het is niet zo dat jouw hoofd tegen jouw been zegt,
Die kennis zit ook in jouw been op dat moment. Dat je tijd het juist doet. Ja, het is bijna een reflex. Het is onderdeel. Supersnel. In blinde paniek het goede doen, zal ik maar zeggen. Hè? In dit geval op de noodtrem trappen. Ja. Dat is dan kennis die in je lijf zit. En dat zie je bij veel, zeg maar, bij veel vakmensen zit dat wel. Ik denk zeker. Ik heb toevallig moeten aandenken. Ik heb ooit een keer met Herman Gordijn erover gesproken. De partner van Jozef Kessels, die veel schilderde. En die had het over leren kijken met je handen. Dus die trainde zichzelf om elke week oefenen die. Hij zei, het grootste probleem met schilderen is dat je gaat denken. En dat je dan bijvoorbeeld een gezicht wil tekenen. En dat je dan allerlei denkprocessen van, dat oor van moet een beetje zo. Maar dat, hij zei, dat moet je eigenlijk niet doen. Je moet leren kijken en leren denken met je handen. Ik denk dat Messi dat doet met zijn voeten. Ja, zeker. Ja. Als die benen echt aangestuurd moeten worden, duurt dat wel te lang. Nee, toch? Ja. Nee. Maar het is wel, en dat zie je wel, het is wel serieus oefenen. Dat komt niet vanzelf. Ja. En dat zie je, daarom heet het ook een beroep. Ja. En ik denk dat en mensen die met een beroep bezig zijn, die worden ook door zo'n beroep, die zijn het beroep. Ja. Dat is anders dan een manager, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is een rol. Ja. En die moet ook naar veel meer cursussen toe. Ja. Over leiding geven en over weet ik veel wat meer. Nou, daar maakt een kapper zich echt niet druk om. Nee. Als een collega niet goed knipt, dan zegt hij, nou, je knipt niet goed. En dat zegt Frenkie de Jong ook. Hè? Die zegt, ja, ik ben blij dat ik nog even met Messi kan spelen. Ik niet goed doet, zegt hij het. Ja, je wordt beter. Dus je krijgt... Daar word ik beter van. Nou, dat denken wij als professionals onderling nooit van elkaar. We gaan, LinkedIn is daar, vind ik, wel een mooi voorbeeld van. Als ik eens al wat op LinkedIn zet, ik probeer dat natuurlijk wel te doen, kan ik niet laten. Dan staan er 9 van de 10 keer gelijk 6 opmerkingen onder van, nou jee, maar ik heb toch weer niet goed gezien. Ja. Dus dan moet, want ik, en dan komt het inzicht van degene die er wat van zegt. Waarheid van een ander, ja. Waarheid van een ander. Ja, dat heb je bij kappers, heb je dat minder. Bij visfileerders heb je dat ook niet. Die vis is goed gefileerd of niet goed gefileerd. Over Messi of Ronaldo is ook geen discussie. Hè? Nee. Dat zijn goede voetballers. Dat is interessant. Als je ook naar die documentaires kijkt over Chef Cox, zie je dat ook heel duidelijk. Hebben een beroep. Die hebben een beroep en die zeggen, ja, dit bord is niet goed opgemaakt. Klaar, het is vies. Ja. Je had de vieze vinger op. Geen discussie over. Ja. Nou, heel eerlijk ook. Hè? Niet zo van, ik ga even de 3-trap van feedback nu aan je geven. Ik ga even zeggen wat de situatie is. Wat het met mij doet. Nou, Jaap, je hebt het best. En wat je graag zou willen, is gewoon een klats erin. Ja. Nou ja, het is allemaal goed bedoeld. Daar gaat het niet over. Nee, tuurlijk, ja. Maar laat ik zeggen, een vakman die vindt het fijn als, en dat merk ik zelf ook. Er zijn best collega's waar ik graag mee praat. Omdat ik ook aanvoel, daar word ik ook weer beter van. Ja. Dan ga ik ook niet de hele tijd die discussie mee aan. Van, ik zie dat heel anders of zo. Nee, dan denk ik, oh ja, die helpt mij in het vak verder. Hè? En ik weet ook niet, maar dat is misschien nog eens iets voor een vervolgserie. Van, wat zijn nou collega's waar we dat mee hebben? Ja. Hè? Dat het inderdaad de moeite waard is, wat ik net tegen je zei voordat we begonnen, geloof ik, van ja, dat ik zo'n podcast, zo'n chipcast, wel 6 keer of 5 keer beluisterd heb. Ja, wat je vertelde over van Buren, de filosoof. Ja. Ja. Denk, oh ja, want dat, ik hoor het wel, maar dat wil niet zeggen dat ik het begrepen heb, weet je wel. Dat is een leuke vraag, inderdaad. Ja. En het ook... Ja. En dan wordt het ook vakmanschap. En wat je ook ziet, en dat vind ik ook leuk van vakmensen, dan kun je ook met ze klank worden, omdat eigenlijk het beroep zit dan niet in de mens zelf, maar zit dan in het vak. Ja. Ja. Dus de norm zit niet in jou, maar die zit in het vak. Ja. En dat vind ik wel geruststellend, bijvoorbeeld bij een open hart operatie of zo. Ja. Ik moet denken aan Arjan Lubach, die werd geïnterviewd over waar hij... Die is ook heel succesvol natuurlijk met allerlei dingen, met Zonder Lubach, en hij maakt muziek. En hij zei ook van, ik vind het zo belangrijk, de mensen met wie ik werk, dat we het hebben over inhoudelijk waar we aan willen werken. Ik hoef het niet over jou te hebben, of wat jij persoonlijk, weet je wel, je eigen leiderschapscrisis of niet. Je wil iets bijdragen. Ja. Kies iets waar je... Dat is ook een soort, daar wil ik het over hebben, daar wil ik aan werken. Daar verbind je ook op. Ja.
In plaats van allerlei persoonlijke reflecties over wat feedback met je doet, of wat dit of wat dat. Ja, ja. Ja, misschien ligt dat ook aan mijn opvoeding, hoor. Dat weet ik niet. Maar... Ja, daar kunnen we nog eens over doorgaan. Misschien af... Maar het is wel zo dat je dat het leuk is als je met mensen kunt sparren, waarbij jij het gevoel hebt dat je er wederzijds beter van wordt, zou ik zeggen. Ja, zeker. Dan doe je het nog een keer. Ja. En dan is het leuk. En dat is ook... Maar dat heeft ook te maken met dat je denk niet op je hoede hoeft te zijn voor wat je zegt of wat je denkt. Dat je je gedachten ook kan uitspreken. Dat, ja. dat je ook doorbouwt op de ander bijvoorbeeld. Dat lijken mij thema's die dan denk je, oh, dat is de moeite waard. Hier word ik beter, hier leer ik van. Ja, nou ja, er is een, je kunt over het algemeen ook heel veel leren van Bruce Springsteen. Ja? Ja, zeker. Dat is ook een soort filosoof, is dat. Maar dan met muziek. En er is een cd van hem gemaakt vlak na New Orleans. Hij heeft altijd wel cd's, die hebben albums heet dat tegenwoordig. Die hebben iets te maken met iets wat er op dat moment ook in de maatschappij is. Hè. Dus hij heeft ook een album gewijd aan 9/11 en zo. Ja, ja. Maar ook aan New Orleans, dat mensen niet kwamen. En, of dat die hulp zo laat opkwam. Ja, die watersnood... Katrina. Al die mensen in dat stadion zaten. Ja, en dat die hulp zo laat was. En dat weet hij dan aan het feit dat de American Spirit helemaal weg was. Ja. En daar heeft hij dus een album aan gewijd. En toen heeft hij bedacht dat die spirit ook terug zou komen als we een album zouden maken met de muzikanten bij hem thuis. Niet in de studio, maar bij hem thuis. En toen heeft hij allerlei muzikanten uitgenodigd, ook uit New Orleans. En op een gegeven moment komt er dus een muzikant binnenlopen. En dat is een jochie, hè, nog, hè, jongen. En hij had zijn vader uitgenodigd. Ja, zegt hij, mijn vader die had er geen zin in, maar die heeft mij gestuurd. Nou, en dan zie je hem even denken, wat betekent dit voor... Ja. Maar vervolgens zegt hij, ja, de zoon van een legend moet zeker zo goed zijn als de legend zelf natuurlijk. Welkom, hè? Nou, hup, daar gaan we. Wow. Ja, dat is wel mooi, is dat, ja. Ja, dan kan je ook doorgaan. Leuk, ja. Daar kan ik nog lang met je over praten. Het is in ieder geval mooi om te weten dat je boek eraan komt in het nieuwe jaar. Ja. En dan, dat we dan misschien een alibi kunnen verzinnen om nog eens naar die filmfragmenten te kijken. Want in dat boek over het Rijnlands organiseren, over vakmanschap, binding, vertrouwen en het nieuwe werk in zekere zin, komen ook filmfragmenten naar voren. Die kunnen we dan misschien eens een keer bespreken. Dat zou ik ook even vinden. Ja. Dankjewel. Leuk om met je zo even van gedachten wisselen op afstand. Ik kan je inderdaad niet in de ogen kijken zoals je dat kan doen live, maar dat komt misschien over een tijdje weer. Ja, dat gaat wel. Ja, ik zou zeggen, ik zal even de linkjes van ons gesprek ook even op de website zetten. Een aantal tips en een aantal andere. Muziek van Bruce zetten we even erbij, zodat je nog even kan luisteren als je nu denkt, hé, dat wil ik bekijken. Ja. Ik zou in ieder geval zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer. Thank you.